Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update vlak voor de derby. De wedstrijd NEC-Vitesse die morgen gespeeld wordt. Achter mij vindt de laatste training plaats. Traditioneel natuurlijk met veel publiek erbij. Zo'n 2000 supporters moedigden de selectie even aan. En dat geeft altijd iets extra's, toch Bart? Ja, als je kijkt naar hoeveel man op deze training afkomt, dan zie je wel dat het enorm leeft. En dat geeft toch wel een extra motivatie richting deze wedstrijd. Ja, kun je dan nog wel een beetje focussen op zo'n training? Of ben je ook een beetje om je heen aan het genieten? Natuurlijk probeer je ook te genieten van het moment. Deze training is altijd niet heel belangrijk. Er worden geen tactische dingen meer getraind. We weten allemaal wat het plan is. Dus dit is gewoon even opstarten, even de spieren op spanning zetten. En dan genieten van de omgeving, denk ik. Ja, en dan de keeper van NEC, Jasper Cillessen. Die is natuurlijk ook wel gewend om grote wedstrijden te spelen. Denk eventjes aan met de Nederlands elftal op het WK. Hij heeft grote wedstrijden gespeeld. Is dat dan een beetje dezelfde druk, zoiets met zo'n derby? Of is dat toch weer anders? Ja, een lekkere druk dit. Dit zijn de mooie wedstrijden die je wil spelen. Omdat ja, goed, NEC Vitesse blijft speciaal. Kun je het een beetje vergelijken met als je in Interland met een WK-wedstrijd speelt, zoiets met druk? Of is deze druk dan weer heel anders? Het is heel anders. Dit krijg je dagelijks mee. Hier zit iedereen bovenop, hier in de regio. En natuurlijk is het heel anders. Wat krijg je mee? Wat gebeurt er rond zo'n wedstrijd? Rondom jou? Rondom iedereen. Je ziet als je naar de supermarkt gaat of voor afgelopen weekend ook van ja, de supporters die willen maar één ding. Dat zijn de 3 punten dit weekend. Ja, en dan eventjes, er is toch wel wat spanning rondom deze wedstrijd. Hè? Daar wordt veel naar gekeken. Met belangstelling natuurlijk ook vanuit Zeiss met de KNVB. Gaat het allemaal wel goed? Supporters hopen in ieder geval van wel. Ja, wij hopen natuurlijk allemaal. Tenminste, ik heb al meer dan 20 jaar, 25 jaar een seizoenkaart. Dus wat dat betreft hoop je dat het een hele mooie sportieve wedstrijd wordt. En hopelijk dat er geen trammeland komt. Want dat is iets waar wij op ons leeft allemaal gigantische hekel aan hebben wat er af en toe gebeurt op de velden en op de tribunes. En ik wil nog eens even van hieruit even een pluim geven aan de uitsupporters van NEC die dus altijd zie op televisie hoe ze zich gedragen. Ik vind het echt fantastisch. Als iedereen zo zich zou gedragen hadden wij geen problemen hier met de Nederlandse toestanden in de stadia in Nederland. Gisteravond heb je waarschijnlijk ook meegekregen wat er in Breda is gebeurd. Ben je daar nog bang voor? Ja, natuurlijk. Als je kijkt hoe streng ze erop zijn, ben je natuurlijk extra bang bij zo'n beladen wedstrijd als deze. Maar ik heb er gewoon alle vertrouwen in dat de supporters uit volle borst gaan meezingen. En dat ze gewoon normaal gedrag vertonen. Ja, ga genieten van de wedstrijd. En laat het strijd worden op het veld. Ga genieten met elkaar, met familie, met vrienden. Zoals je altijd naar de Goffert komt. En laat spreekkoren. Dingen op het veld gooien, het kan echt niet. Want het schaadt onze club, het schaadt de derby. En ik denk echt de toekomst van de derby. Ja, en dan de trainer. Hoe beleeft hij zo'n laatste training? En veel belangrijker, hoe gaat het er morgen uitzien? Want hij moet weer wat keuzes maken. Kan Tanane spelen? Ja of nee? Ik denk het niet. Maar het antwoord komt hier. Tanane, kan hij spelen? Nee. Sandler miste ik vandaag ook. Ja, klopt. Die heeft wel getraind, maar niet bij de groep. Dus ook dat is een twijfelgeval, maar dat is een twijfelgeval. Maar Tanane gaat niet spelen, dus dat is het nieuws wat mij betreft. Vind je dat eigenlijk fijn, zo'n training met iedereen omheen? Want volgens mij ben je iemand die altijd liever gewoon lekker rust wil bewaren voor zo'n wedstrijd. Ja, ik denk dat geen trainer dat fijn vindt. Omdat het, wat jij zegt, is natuurlijk super. Het is leuk, maar het is ook heel onrustig. En normaal gesproken bereid je voor in rust. En ja, voor de spelers is het ook apart, want er staan heel veel mensen op een korte afstand. Dus dat geeft altijd iets anders dan in een training. Maar goed, we hebben gisteren in het stadion getraind in alle rust. Dus we wisten ook dat dit ging gebeuren. Maar nee, lekkerder is als je gewoon in rust kunt trainen met elkaar. Wat is het plan? Wat is het plan? Dat gaan we morgen zien, ja. In ieder geval dat we volle bak moeten gaan voor elke meter op het veld. Ja, logisch natuurlijk. En voor de rest hebben we wat dingen op papier gezet en besproken met elkaar. En dat, hopelijk gaan we hem morgen terugzien. Wat is zo'n derby voor jou? Je hebt hem natuurlijk al vaker gespeeld, ook in de jeugd. Wat maakt deze dan zo bijzonder? Ja, wedstrijd van het jaar. Het is gewoon de wedstrijd die zo erg leeft in de omgeving. En ook voor mij is het een hele belangrijke wedstrijd. Ik heb altijd gezegd dat ik heel graag nog een keer wil winnen van Vitesse. Maar niet uit of het in de Gelderdome is of hier in de Goffert. Maar ik denk dat morgen de perfecte wedstrijd is om te laten zien wie de nummer 1 van Gelderland is. En dit was hem dan weer, de NEC-update van vandaag. Morgen, dan is die derby daar om 11:15. En laten we hopen dat we gewoon die 90 minuten vol gaan spelen. En dat er geen gekke dingen gaan gebeuren. De wedstrijd is live te volgen bij ons op de radio natuurlijk. Om 11:15 kun je luisteren. RN7 Radio, luister live. En volgende week zijn we er weer. In de tussentijd blijf je op de hoogte van het laatste nieuws via mijn Twitter-account. Dus volg me daar even en dan zie je daar het laatste nieuws nog. En ik zeg tot volgende week.